Hallo, ho, 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 serpentjes! Ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een mega speciale Minecraft Kerstmap! Deze map is een beetje net als mijn penis. Hij is lang, mooi en er zijn gesproken stemmetjes! Wat? Deze map duurde zo'n 1,5 uur. Oorspronkelijk wilde ik hem in 1 lange, smerige, bruine bout uitspelen. Maar kijkers gaven op Twitter aan liever losse afleveringen te hebben van 20 minuten. Die ik dan zo bleh, zo door vandaag heen upload. Want ja, je gaat geen Minecraft kerstmap uploaden op derde kerstdag. Voordat we beginnen moet ik nog 1 klein ding vertellen. Onder deze muts zit iets verschrikkelijks. Ik heb vandaag een klein experiment gedaan met mijn moeder. Dat is verkeerd afgelopen. Hier is mijn nieuwe kapsel. Ta-ta-ta! Het was te lang en toen dacht ik, nou, we gaan erin knippen en nu is het te kort. Maar het fijne aan te kort haar is dat het gewoon weer langer wordt. En het fijne aan te lang haar is dat je kan knippen en dan wordt het weer korter. Dus uiteindelijk komt alles goed als je maar 10.000 likes hebt. Oké, ik weet niet heel veel van deze map, behalve dat het verhaal is, jij bent een elf. Die een beetje à la Fallout 4 is ingevroren. Hier zijn allemaal andere ingevroren elfen. En jij bent dus ontdooid door een foutje in het systeem. En jij moet heel cliché kerst redden. Nou heb ik nog nooit kerst gered. Dus we gaan het eens eventjes proberen. Verder heb je best wel wat leuke dingen. Zoals levers zijn hele kleine kerstmannetjes. Verder heb je nog een blokje dat C4 is. En je hebt hele speciale ruilkaarten. Voetbalplaatjes, maar dan zonder voetballers. Christmas and Awakening. Start game. Ik heb ook een linkje in de beschrijving voor de fans. Oké, dan. Er zit ook heel veel kerstmuziek in. Allemaal copyrightvrij. Hello. Is this thing on? Ah, yes. Hello there. Dat is echt cool. Nicholas. St. Nick. Father Christmas. Santa baby. Or whatever it is they call me these days. Hallo, kerstman. I have a great to do, my dear elf. For a very special mission of great magnitude. You must save Christmas. Yes, well, unfortunate circumstances means I won't be able to join you. But don't worry. Just work your way to the factory. At this point, I should mention that you may encounter, let's say, a few hostile elves. But if this happens, you can always head to the Ice Kingdom shop. Anyway, I should be off now. Best of luck. I'm counting on you to save Christmas. Thank you, kerstman. Waarom red je zelf kerst niet? Wow, kijk dit mannetje dansen. Dit is zo cute. Oké, dus het idee is dus af en toe krijg je een gesproken boodschap van kerstman, Satan en al zijn vrienden. Ik zie er al fantastisch uit in mijn elfenpakje. Ik voel me ook weer helemaal elf. Wauw, beste woordgrap van vandaag. Nou, laten we beginnen met een boekje Power te lezen. Geschreven door Ede Ralf. Dankjewel, Ralf. Power Santa Info. Power Santas, the free power source for all. We use these to power any device within reason, however they are very rare. Oh, dat zijn dus de levers eigenlijk. Een lever is gewoon een draagbaar stopcontact. Zo heb ik er nooit over nagedacht, maar oké. Hier zitten nog een heleboel kerstballen. En die kun je er niet uithalen, want ik zit in adventure mode. We hebben nog een repair plekje. Een enchantment table. Kan ik al enchanten? Nee, tuurlijk niet. Je bent een sukkel. Dankjewel. Oké, dan. We moeten denk ik naar de fabriek toe. Dus gewoon, ja, lopen is waarschijnlijk wat er aan de hand is. Dan had ik gewoon naar het eerste beste huisje lopen wat ik zie. En dan gewoon daar een beetje gaan huilen. Village Hall. Hallo? Ik ben nu al verdwaald in deze map. Het gaat helemaal goed. Behalve dat het niet zo goed gaat. Oh, het is een heel klein kerstbompje. Er staat trouwens een automatische texture pack bij. Dat is super fijn. Oh, je krijgt, als je zeg maar iedere keer als je een kist open, krijg je een snoepje. Wat leuk. En heel veel meloenen. Oké, minutes. Please find attached to the next page to the most recent minutes from the annual town hall meeting. Oké, wat er is besproken tijdens de meeting. Oh nee, er is een shipment aan meloenen en die is niet binnengekomen. Er zijn 3 power centa's vermist om de trein aan te zetten. Er is een nieuwe boom met allemaal zuurstokken erin. In stadje 27. Het zegt net de Hunger Games als je stadje 27 hebt. Ik heb de Hunger Games gezien, de laatste. Is hij leuk? Gaat wel. Je zou erheen kunnen gaan als je geld hebt. Als je geen geld hebt, moet je niet naar de bioscoop gaan. Moet je gewoon geld verdienen eerst. Oké, dan. Hoe de fuck werkt dit? Hoe de fuck werkt dit? We gaan gewoon even alle huisjes onderzoeken. Fuck die shit. We komen er vanzelf al achter. Oh, dit is super schattig. De meest schattige oven ooit. Crafting table, chest. Gewoon voor het openen van iedere chest krijg je 3 snoepjes. En dat werkt niet als je 3 keer dezelfde kut chest opent. Weten we dat ook weer? Oké, dan. Best melon grower trophy. Wow, deze man is de beste meloengroeier ooit. Gefeliciteerd. Ik stop deze boeken trouwens even in je kist hoor. Whatever.
Okay dan. My weirdo neighbor journal log. Oké, okay. Nou, ik weet niet of deze dingen allemaal heel belangrijk zijn. Dat is een beetje de vraag. Het is gewoon even alle huisjes looten voor heel veel gratis spullen. Ik ben dol op gratis spullen. Vooral omdat ze zo gratis zijn. Broodjes. Oh, het zijn ook echt kerstbroden. Wat leuk. Ik ben helemaal verliefd op deze map. Behalve dat ik al een vriendin heb. Okay dan. Gewoon een saai oud brood voor mij. Nou, het ziet er best wel niet zo saai uit. Niet zo saai als mijn kapsel in ieder geval. Volgens mij is het idee momenteel dat we die power centa's moeten vinden. Ik had namelijk heel even gauw wat gameplay op YouTube gekeken van andere mensen. Want ik vroeg me af, is de map leuk? Ik ga niet een map downloaden van 1,5 uur, hem 1,5 uur lang spelen en dat hij dan kut is. Dat is wel wat Serpent gameplay ongeveer zou zijn. Ja, dat is eigenlijk zou ik het wel moeten doen. En dan heb ik deze huisje nou gecheckt, heb op die huisje ervoor net. Ik ben helemaal in de war. Precies. Het is gewoon even alle huisjes checken, maar als het goed is moeten wij dus 3 levers vinden. Heel kort samengevat, vind levers, niet zo huilen. Kijk, daar hebben we er eentje. Hey. Ik denk dat we soort van een goede kant op gaan. Geen idee waarom ik al mijn cobweb meeneem. Ik heb ook geen idee wat ik aan het doen ben. Dus, Rick, heb je nog leuke dingen te vertellen? Ja. Ik heb gisteren weer Home Alone gekeken. Oh! En was je ook Home Alone, Rick? Nee, nee, ik was gewoon met mijn moeder aan het chillen. Home Alone is fantastisch. Food shopping list. Melon, 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 melon. Ik begin. Extra melon, melon. Ik heb zo'n gevoel dat de mensen van dit stadje dol zijn op meloen. Nou ben ik zelf niet heel erg dol op meloen. Ik kan meloen waarderen op een bepaald niveau. Dan krijg je natuurlijk altijd het eeuwige debat. Watermeloen? Of gewoon, zeg maar, een honingmeloen. Ik ben zelf wel meer een watermeloen kind of guy. Niet dat het uitmaakt, maar nu weet je het. Laat in de reacties achter wat jouw lievelingssoort grapefruit is. The grapefruit of the grapefruit. Wat is dit? Ah, niet in het boek openen. Is dit iets? Ice Kingdom Shop. Hier kom ik vandaan. Ja, hier begon ik net. Okay dan, helemaal toppie. Ik ben al wat huisjes afgewezen om wat van die dingen te vinden. Gaat helemaal goed, soort van. Mooie bankjes. Ik denk iedere keer, wow, een sign, er staat iets op. Maar nee, het is gewoon de leuning van een bankje. Okay dan. Eens even kijken, hier is nog een mooi kistje. En wat tekst. Aha, een power centa en chain leggings. Ik wil eigenlijk wel een elf zijn, maar chain leggings geven goede stats. Mine closed. Okay. We kunnen hier dus niet in. Heel logisch samengevat. Wat staat hier? Warning, closed mine. Okay, dan hebben we gewoon die laatste Santa power ding moeten vinden. En dan gewoon moeten kijken waar de fuck is op gaan flikkeren. En dan gewoon naar huis. Hé, hey, is een taart in. Zie je wel, mensen denken dat, wow Rick, je klikt op furnace omdat je denkt dat het chesten zijn. Nee, er is een verborgen derde laag waar ik dingen doe. Eens even kijken. Ben ik hier al geweest? Ik hoop het niet, want anders ben ik verdwaald. Hier ben ik wel geweest. Ik ben verdwaald. Er is vast nog iets te doen. Er is een reden dat ik maar 2 van die kerstman dingen heb. Stone sword, stone sword, stone sword, stone sword. Erg interessant. Shipments. Paper, pumpkin pie. Ik heb best wel genoeg eten momenteel, voor mijn gevoel. If lost, please return to Butch the Smelter. Dat is een coole naam, Butch. Ik geef ze even gaan wat spullen verbranden. Straks heb ik ze nodig, maar dan zijn ze verbrand. Goed idee. Zo, ik ga die power centa's verbranden. Dan zijn we snel klaar met deze map, want dan zit ik waarschijnlijk vast. Okay, dan waarschijnlijk moet ik dit hele coole berg gebeuren beklimmen. In ieder geval, ik zat gisteren Home Alone te kijken en ik wil graag iedereen die fan is van Home Alone een wijze levensles meegeven. Kijk nooit Home Alone 3. Ik heb ooit een keer, ik had nog nooit alle Home Alones gezien, helemaal zin in en zo. En toen ging ik dus derde kijken en ja, die is gewoon kut. Dus dan weet je dat ook weer. Oh, het is nog best een groot stadje. Even niet mijn botten breken. Die power center ga ik hier ergens vinden. Voilà petit. Ik heb hem. Okay, we hebben nu 3 power centa's. Nu is de enige grote vraag, waar moeten ze op? We hebben eerder al gezien op wat voor soort blokken ze moeten. Alleen we moeten nog even vinden waar die zijn. Aha, rail network. Dit ziet eruit als een plek waar de trein zou kunnen zijn. Ja, de tijden boeien me eigenlijk niet zoveel. De tijd is nu. Okay dan, zou dat het zijn? Is dit het? Power Bay. Santa Power Power Bay. Ik moet zeggen, dat klinkt best overtuigend. Ik flikker ze er gewoon op. Hotsen flotsen. Wow! Dat was best awesome. Get in the Santa train and start the engines when ready. Oh mijn god, dat was best awesome. Okay, dan wat is hier allemaal te doen? Sommige van die teksten vind ik wel een beetje onduidelijk te lezen. Maar dat komt omdat ik geen ogen heb. Over geen ogen gesproken, superleuk kerstnieuws. Mijn kat vecht nogal vaak, want ja, zo train ik hem. Ik gebruik hem een beetje als een soort Pokémon. En hij heeft nu een gigantisch letsel aan zijn oog. 1 oog werkt haast niet meer. Dus ik ben aan het overleggen met mijn moeder om, zeg maar, mijn ooglapje te geven. Dat is toch fucking cool. Oh dear, well it seems you've run into a bit of a melon. What? Dan zag ik crash tegen meloenen aan. The future of Christmas rests in the balance, so you must find a way through.
Ik ga echt dit ding weer opdoen. Mijn haar is zo lelijk. Ik wil me niet vertonen. Hier, dit ziet er gewoon cool uit. Top. Oh, die eetgeluiden zijn ook zo leuk. In ieder geval, mijn kat is dus ernstig half dood. En hij mist gewoon een oog. Kan gebeuren. Dan kun je alleen geen Serpent gameplay meer kijken. Maar dat is alleen maar goed voor je gezondheid. Dit is zo cool. Het is gewoon een melon jump map, volgens mij. Nou zijn jump maps niet leuk, maar deze is gemaakt van meloenen, dus dat maakt weer een hoop goed, denk ik. Is dit de bedoeling? Doe ik dit goed of doe ik gewoon maar wat? Ja, ik doe sowieso maar wat. En, oh, wow, je kan er ook in klimmen soms. Soms een beetje. Oké, dan. Dit gaat de goede kant op. Ja, in ieder geval, zijn oog doet het dus niet. Misschien moeten we hem een lapje geven. Toen ik klein was, had altijd een kat in de straat van iemand anders. Niet mijn kat, die miste een oor. Dat zag er al gewoon heel goor uit, want je zag wel gewoon nog het binnenste oor gebeuren, maar gewoon... Het mooie schelpje, dat geluiden zo lekker fijn opvangt. Ja, daar had hij gewoon niet. Had hij geen zin in of zo. Fuck die shit. Daar gaf hij geen gehoor aan. Ik ben niet zo goed in woordgrappen. Gisteren was ik de hele avond bezig met het schrijven van limerikken. Limerikken zijn rijmpjes in het schema AABBA. En dat is leuk. Ik had gisteren iets van... een pedofiel uit Emmen wilde met kinderen zwemmen. Zijn plan ging niet goed, er was heel veel bloed. Zo'n gevangenis is best wel wennen. Mooi, hè? Are you kidding me? It's still blocked. Find a way through the frozen ice. Wat denk je dat ik ben? Fucking Elsa. Ik ga eerst even hier checken voor supergeheime geheimen. Dus ja, ik wil graag een boek schrijven met alleen maar limmerikjes. En dan noem ik het Limmerik, omdat ik Rick heet en zo. En dan koopt niemand het. Maar het is wel, ik heb wel een boek geschreven, dus dat is wel weer leuk. Limerikjes zijn heel leuk, vooral als je een beetje comedy maakt. Hier zijn vast collectibles, maar een paar seconden geleden deed ik zo van... Oh, ik wil alle collectibles. Ik heb even nagedacht. Boeit me niks. Ik hoef die collectibles niet meer. Ik moet wel even niet doodgaan. Dat is wel een goeie. Ik zie daar wel water en zo. Tum 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 tum. Tadadum, tum 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 tum. Als dit ijs is, ben ik dood. Dat is een beetje kutte ook aan door ijs heen zakken en zo. Het is heel moeilijk te zien waar boven je water is en waar ijs. En op een gegeven moment ga je dood. En ik hou gewoon niet zo van doodgaan. Het is gewoon niet mijn stijl. Ik heb heel veel stijlen. Doodgaan is er geen één van. Is het gewoon een andere route om eruit te komen? Moet ik er weer in? Ik zie daar een cadeautje. Ja, verdomme. Ik zei net, ik haat collectibles. Maar als ik ze al fucking zie, dan moet ik er even heen hoor. Oh, hier kan je niet in of wel? Ja, dit is niks. Dit is, wat doe ik? Kan ik hieruit? Ja, gelukkig dat dan wel. Kan ik niet gewoon het ijs kapot slaan? Waarschijnlijk niet, want ik zit in adventure mode. Toch? Godverdomme. Oké, waarschijnlijk kan ik hier gewoon door zwemmen. Ja! Lekker kie! Ik ga wel heel langzaam trouwens. En ik verdrink hier dus een klein beetje. Want dit is... Oh, niet eens! Dit is niet realistisch. In de echte wereld ga je gewoon dood als je onder het ijs zit. Vraag het maar aan mij. Ik kan het weten. Iron sword, safe keep en een iron chestplate. Dat zijn niet van die zeldzame elfenplaatjes. Maar hey, deze kan ik ook in mijn kont stoppen. Ja. Je wil niet weten hoeveel plezier ik heb gehad met die voetbalplaatjes. Dat wil je echt niet weten, want het is gewoon heel goor. Oké, we doen even die iron chestplate aan. Vervangen onze fucking stone sword met een lekkere iron sword. Hartstikke mooi. Hartstikke sappig misschien zelfs. Misschien. Als je daarvan houdt. Oké, dan. We gaan lekker verder. Dit is wow! Oh, dit zijn even van vijanden. Gewoon even voor de gezelligheid. Dit is gewoon kinderporno wat ik momenteel luister. Dat kan ik mijn leven. Weet je, het is niet de eerste keer. Ik heb heel veel deep web video's gemaakt. Waar ik zeg maar kinderporno ging opzoeken, want dat staat ook op de deep web. De meeste deep web video's op YouTube zijn, oh, drugs. Je kan ook heel veel kinderporno vinden. En heb ik daar dus een paar video's van gemaakt. Video's nooit geüpload. Gewoon naar kinderporno gekeken. Pindaporno. Dus, dat eigenlijk. Rick, is dat grappig? Is het waar? Nou, ten eerste is het niet waar. Is het grappig? Nee, het is helemaal niet grappig. Eigenlijk zei ik gewoon, ik hou van kinderporno. Wat eigenlijk gewoon heel ongepast is. Dus is het ook alweer een beetje grappig, want ik ben ongepast. Ik ben, zoals mijn... De schoenen die mijn moeder altijd voor me koopt. Ongepast. Wauw. Zullen we verder lopen? Ja, in principe kan ik wel aan deze minecart gaan zitten, ja. Druk knop voor extra minecart. Deal. Meer minecarts, meer plezier. Wacht! Nee! Oké, daar gaan we dan. Ik heb zo het gevoel alsof dit er heel mooi uit gaat zien. Maar misschien ook helemaal niet. Oké, ik zit momenteel flink aan de drugs. Dit is kerstmis, dames en heren. Drugs en heel veel mooie kleurtjes. Ziet er wel fucking vet uit. Yes! Dit is best awesome, als ik het even mag zeggen. Heb ik al een... wacht, zo dan? Wat gebeurt er? Hoofdstuk 3. De bioscoop. Wat? De fabriek. Oké,
Is dat die shopstokers niet? Oh, het is een teleporter. Right, where was I? Ah, yes. We need to get one of the power cores back online. The generators are located upstairs, but unfortunately the stairs no longer exist. Okay. Come along then, you have business to attend to. Remember, my dear elf, the fate of Christmas lies with you. Okay, yeah. Hij zei dus, ik moet wat generators aanzetten, die zijn boven aan de trap, maar er is geen trap meer. Voor mij kun je dus allemaal dingen kopen, inderdaad. Met snoepjes. Oké, dan. 3 attack damage, 10% health, 28% speed. Oeh, sneeuwbal. Ice Void, 350 candy. Boom. Dan krijg je gewoon waarschijnlijk oneindig sneeuwgranaten, dus die moet ik sowieso kopen. Dat hebben we hier allemaal voor mooi. Sharpness, smite. In ieder geval, het idee is dus, je wordt gewoon geteleporteerd naar een prachtige, prachtige wonderwereld. Waar je allemaal troep kan kopen. Doe ik het voor. Snow Reaper. Dat ding is wel vet ziek. Een pijn en boogje nog. Hartstikke gezellig. 500 candy. Het ziet er best wel cool uit allemaal in ieder geval. Is dit een vishengel? Nee, het is gewoon het meest awesome zwaard ooit. Last Hope of Christmas. 1250 candy. Jezus. Dat heb ik niet. Oh, de Forever Keep. Het is gewoon een ender chest. Doe 3 pumpkin pies in. Kijk maar wat je ermee doet. En de Best Melon Grower Trophy. Used in the Melantime Easter Egg. Oh, het is een Easter Egg. Het is niet bewaard nog eventjes. Waarschijnlijk heb ik hem al gemist. Is het een Hammer Time grapje, maar dan met meloen? Kan ik zo weer terug? Ja, back to previous location. En dan zijn we als het goed is weer netjes in de fabriek. Nice, nice. Oké, dan. Momenteel moet ik dus gewoon bovenaan de trap komen. Alleen is er geen trap. Wat eigenlijk gewoon klinkt als een best wel gezellige uitdaging. Voor de rest gewoon iedere kist die je ziet openmaken voor extra snoep. Oh nee, zoveel troep. Ook heel veel meloen. Waarom telkens meloen? We hebben een naughty nice list, naughty nice list, naughty nice list, naughty nice list, naughty nice list. Heel veel lijstjes van de kerstman. Eigenlijk moet je daar gewoon afblijven, maar ik ben een beetje kerstman. Dus even kijken. Oh, is dat gewoon op stout, 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 stout. Wat een goed lijstje, kerstman. Dankjewel, ik zal deze meenemen. Wat fijn dat je nog, wat is dit, Windows 97 of zo, achter Windows! Gebruikt Windows, dat snap ik nog. Hier is een super mega verborgen kist. Met Iron Boots en Splash Potion of Harming. Tuurlijk heeft de kerstman die shit liggen. Je moet toch een beetje normaal mensen pijn kunnen doen. Ik heb ze aan. Hartstikke mooi. Oké, dan zit hier in het donker ook nog iets te schuilen? Nee. Oké, dan. Wel een beetje donker zo'n kerstfabriek. Kan liggen aan het feit dat de generatoren uitstaan. Oh, vind ik hier chain boots. Dat had veel zin. Ik doe het voor die Christmas experience, dames en heren. Ik ben nog steeds een circus. Ik hou gewoon van die circusgeluiden maken. Hier is blijkbaar de Christmas vergaderzaal. Of gewoon een hele lelijke tafel. Dat kan ook. Wat is dit? Dat kan ik eigenlijk over alles zeggen hier. Wat is dit? Oké. Wat is dat dan? Weet je niet. Oeh, een golden apple. Die neem ik mee. Hartstikke mooi. Ja, het zou wel fijn zijn als gewoon alle lampen aangingen. Gaan die lampen eigenlijk aan als ik de stroom aanzet? Dat zou best wel vet zijn. Oké, dan. Gelukkig is het best een grote fabriek. En kan je niet onder deze tafel door. Of toch wel. Ik dacht even een super mega easter egg gevonden te hebben. Geheime plek in ieder geval. Dat zijn waarschijnlijk de lampen, ja. Moet ik hier doorheen? Is dat het? Ik kan niet eens lezen wat er op het bordje staat, joh. Ik kan er niet in ieder geval. Kerstman! Ja! What the fuck? Moest gezegd worden. Het zijn allemaal crafting tables. Oké. Misschien kan ik via dit daarop springen. Daar ga ik ook niet echt van uit. Waar moet ik heen dan, kerstman? Why? Nee, maar echt, wat moet ik doen? Ik was hier net. Is het niet iets met die computer of zo? Of is het gewoon een siercomputertje? Ziet er best wel sier uit, als ik het zeggen mag. Wat is dit dan weer? Oh, het is het gigantische systeem dat die gast heeft. Oh, dit zijn allemaal mensen die naughty zijn. Het zijn eigenlijk allemaal bekende Minecraft-YouTubers. Ik sta er niet op. Want ja, ik maak geen Engelstalige Minecraft-video's. En nice, helemaal niemand. Helemaal niemand. Oké dan. Het fijne is dat de video bijna af is. En dan kan ik in ieder geval eventjes rustig de tijd nemen om... Oh, ik breng bijna rotte flesje op. Laten we dat lekker niet doen. En dan kan ik eventjes gaan rondsnuggen tot ik weet waar ik heen moet. Dat is fijn aan zo'n ding niet in één take doen. Anders ben ik anderhalf uur lang bezig. Veel meer nog. Om hier rond te kutten van... Waar moet ik heen? Dat is Serpent Gameplay. Daar betaal je voor. Gelukkig is gratis. Maar je ziet er boven wel een chest zitten. Dus daar is uiteindelijk iets te doen. Ah, misschien kan ik zo doen. Ja, je kan hierin. En dan houdt het pret ook alweer een beetje op. Denk ik. Ik heb geen idee. Als je echt een hele goede samenvatting wil van wat er aan de hand is. Ik weet het niet.
Ja, triest. I know. Ik denk dat ik jullie ga verlaten. En dan ben ik zo meteen terug. Over, nou, 20, 30, 40, 3 dagen. Volgend kerstjaar. Gewoon per ieder jaar 1 deel van deze Minecraft map doen. Het volgend jaar iedereen weer denkt, huh, wat is dit? En het jaar daarna weer. En daarna weer. En daarna weer. En dan is misschien mijn haar weer beter. Nou ja, even kijken. Tot zometeen. Geef even een duimpje omhoog als je het leuk vond. Of niet. Nou ja, even kijken. Veel succes met je leven. En mijn leven. Iedereens leven. Prettig kerstfeest. Beetje laat op tweede kerstdag. Maar hey, Minecraft. Nou ja, even kijken. Doei.